Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend kunnen we zien dat een groot deel van het land bij bewolking te maken heeft. In het zuiden schijnt nog wel af en toe de zon, maar ook daar raakt het geleidelijk aan bewolkt. Verder valt er vanochtend verspreid in het land wat lichte regen of motregen. Vroeg in de middag wordt het dan tijdelijk even wat droger, maar later op de middag en vanavond volgt er vanuit het oosten opnieuw regen en dan kan het ook wat langer doorregenen. Het wordt een graad of 14 vandaag en dat bij een aantrekkende noordoostenwind. Die wordt matig in het noordelijke kustgebied soms vrij krachtig, kracht 3 tot 5. Zoals gezegd, vanavond ook overwegen bewolkt en verspreid wat regen dan bij een graad of 12. En ook morgenochtend eerst nog een beetje regen, vooral in het zuiden en westen. Later breekt vanuit het oosten soms de zon door, maar in het oosten kan dan later ook een bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt wel een graad of 16. Dan donderdag. Verspreid bewolking en een beetje zon ook wel. Later op de dag af en toe wat regen, maar tijdens dode erdenking is het waarschijnlijk droog. Vanaf vrijdag dan zien we de zon veel vaker en dan in het oosten misschien nog een buitje op bevrijdingsdag. Maar zaterdag is het droog bij een graad of 17 en flink wat zon. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.